Ik dacht dat het een opluchting zou zijn. Want je hebt 9 jaar afscheid kunnen nemen, ja, bij wijze van spreken. Nou, maar dat is verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. Ja. En dat bleek dus geen opluchting te zijn. Ineens lag ik op bed en ik had geen zin om mijn bed uit te gaan. En ik had eigenlijk nergens zin. En ik dacht, laat maar zitten. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen dat je al die jaren ook alleen was. Ja. En ik deed het goed op mijn manier. Maar toen, nee. Wat gebeurde er dan? Nou, de kinderen en mijn vrienden vonden dat ik te veel dronk. En dat ik te negatief was. En te depressief. Wat heel ongewoon is voor mij, want ik ben geen depressief mens. Maar ik had ook geen zin om mijn bed uit te komen. En ik had alleen maar pijn. Ik had ook alleen maar pijn, hè? Allemaal, want ik, fysiek. Ja, dus dat kwam erbij. En ik dacht, ik heb hier geen zin meer in.